Ja, ik weet het. Ik heb dit roze shirt vaak aan. Het is gewoon mijn lievelingsshirt, oké? En hij wordt tussendoor echt wel gewassen. De vorige keer vonden jullie het reageren op voetbalfilmpjes vet leuk. Dus ik dacht, laat ik het vandaag nog een keer doen. Maar dan gooi ik er even een tweetje uit met: yo, weten jullie nog wat leuke filmpjes? Dan is het echt mijn first reaction op alle filmpjes. Hopelijk hou ik dit vol. Want hey, even eerlijk, ik ga het domste verhaal ooit vertellen. Ik heb iets zo doms gedaan. Waarschijnlijk overdrijf ik het nu een beetje. Maar ik klaagde in mijn filmpje van gisteren al dat ik een beetje last van mijn ogen had. Ik heb een beetje droge ogen. Ja, I don't know hoe het komt. Het is echt vrij irritant. Misschien dat ik zoveel naar tv-scherm aan het loeren ben deze maand. Ik heb echt al 3 dagen last van mijn ogen. Wat bleek nou, gisteravond dacht ik: how the fuck kan ik eigenlijk zo goed zien? Ik draag lenzen normaal. Dus ik doe zo in mijn oog. En ik denk: oh mijn god. Ik heb dus al 3 dagen mijn lenzen in. Terwijl je normaal 12 uur lenzen in mag. En dan zeggen ze: dan moeten ze echt uit. Anders is het schadelijk voor je ogen. Ik heb ze iets van 72 uur ingehaald. Gewoon 3 dagen geslapen met die dingen. Ja, ik heb. Boom. Dit verhaal heeft denk ik meer impact als je zelf lenzen draagt. Dat wilde ik even vertellen. Ik heb geen last van mijn ogen meer. Ik heb ze gisteravond heb ik ze uitgedaan en nu weer wakker geworden. En nu ja. Ja. Prima. Toppie. Eigenlijk is reageren op tweets is eigenlijk al leuk. Flappy heeft zijn vinger gebroken met OSM. Nou, bedankt voor deze informatie. Dankjewel. Analyst Heitinga bij Glory. Ik dacht eerst dat Analyst Heitinga een dab deed, maar dat is aan de hand van iemand anders. Oké, dit is het eerste filmpje van vandaag. Dit is blijkbaar een schoppartij in zijen. Oh, omdat hij zo leuk is, nog 1 keer. Oh ja, over Gerard gesproken. Wacht. Ik heb een DM gekregen. Ga nou even weg. Ik heb een DM gekregen op Instagram. Hey man, de echte Gerard hier. Ik zie dat je filmpje met mij in de hoofdrol heel wat losmaakt. Ik kan er wel om lachen. Als ik zo alle reacties zie, kunnen je volgers het wel waarderen als je een blog maakt waar ik in levende lijven in zie. Een blog? Maar ik ben natuurlijk niet helemaal gek. Ik wil in ruil daarvoor wel een gedeelte van de opbrengst van het eventuele filmpje. Laat me weten of je interesse hebt. Als ik naar zijn profiel ga, daar is het de echte Gerard. Met foto en de naam, het klopt gewoon en post. Ja, dit ga ik echt aan jullie overlaten. Gaat er een voetbalvideo opgenomen worden met Gerard op het veld in Drenthe? En hoeveel geld gaan we Gerard geven? Laat het even weten in de reacties. Doe even een duimpje omhoog als je dat wil. Gerard die denkt: ik ga rijk worden, jongen. Nou, het is hem goed gegund met al zijn fame natuurlijk. Dit is de eerste die ik doorgestuurd krijg. En we gaan op de trekker naar Madrid. Deze ken ik. Dit is echt een klassieke. Want we gaan op de trekker naar Madrid. Want we gaan op de trekker. Hey, handjes allemaal. Dit is echt cringy dit. Sorry Ron, maar je kan echt niet zingen. Ik wel overigens. Oh meneer Mandje. Oké, ook niet. Dit is wat mensen mij elke keer sturen. Goeie bal. Goeie ballen. Goeie ballen. Goede eerste commentary man. Ga zo door. Opkomende YouTuber. Je gaat die 100.000 halen man. Wat is dit? Wat is hier leuk aan? Goeie ballen. Echt een super vette video. Een dikke vette like voor mij heb je er ook bij. Ga zo door met je kanaal. Goeie ballen. Ik word hier echt geprankt door mensen. Lineker has a shit in the middle of the pitch. Lineker is die analist. Niet analist Heitinga, maar analist van de Engelse voetbaltelevisie. Ding. Waarschijnlijk heeft hij wel verstand van voetbal, niet zoals Johnny. Hij heeft ook een legend kaartje en hij heeft gepoept op het veld in 1990. Dit verhaal ken ik wel, maar ik heb daar nog nooit een filmpje bij gezien. Wacht, hij schuift hier over het veld. I was very fortunate it rained that night. Hij schuift hier gewoon zijn reet af. Oké. Hij kakt hier gewoon op het veld en hij veegt het af door met zijn reet overheen over het veld te schuiven. Waar is die drol gebleven? En hij zit ook met zijn hand nog aan. Dat is kei goor als je nog in duel moet met allemaal verdedigers en zo. Oh, even zijn handjes vegen op het veld. Ah, wat naar. Lol, hij zegt dat hij hier expres nog een keer op de grond viel, hero. Om dan nog een keer even te vegen en te... Oh. Hij poept in 30 seconden. Ja, aan de andere kant, het is de eerste wedstrijd van het WK in 1990. Als je een WK speelt en je moet poepen. Terwijl je voor de wedstrijd was hij 5 minuten bezig. Ik weet niet, ik zag geen tijd bij. Wat zou je dan doen? Ga je dan het veld afrennen om te kakken of doe je dit? Wanneer moet je nou poepen tijdens een voetbalwedstrijd? Echt nooit. Ik heb nog nooit hoeven poepen. Je denkt daar ook helemaal niet aan. Dit they all shake hands at the end. Hebben ze handjes geschud. Het is goor. Het is goor. Lineker heeft volgens mij nooit een gele kaart gehad in zijn hele carrière. Wat best wel ziek is. Volgens mij klopt het. Dus hij heeft meer op het veld gepoept dan gele kaarten gehaald. Dat is echt bizar. Je hebt ook Kees Luijs had je vroeger. Speelde met NAC of zo. En die rende gewoon weg. Je heel nodig moest poepen. Dat je dacht van dit red ik niet. Ja. Ja? En wat heb je toen gedaan? Ik deed gewoon in mijn broek. Maar ja, dat was NAC. Dat was waarschijnlijk gewoon een competitiewedstrijd. Dat is andere shit dan het WK. Nou, als je aan de diarree bent, dan spuit het er zomaar uit natuurlijk. Ja. Mark Link, de crossbar challenge, die heb ik nog nooit gezien. Ik vind het echt bizar. Ik vind het echt bizar dat deze video zoveel views heeft. Ik vind het echt bizar. En ik snap, toen we dit gingen doen, had ik net mijn camera gekocht. Ik had gewoon de dag van tevoren besloten. Jongens, morgen gaan we eens een keer een crossbar challenge doen. Een soort real life voetbalvideo. Voor het eerst iets anders. Dus ik bestelde zo'n Canon camera voor €400 of zo. Ik wist helemaal niet hoe die werkte. Ik wist niet hoe ik van settings je moest doen. De hele kwaliteit en framerate slaat echt nergens. Of volgens mij heb ik hem verkeerd gerenderd met een verkeerde framerate en dat soort dingen. De kwaliteit is zo slecht dat deze video zo viral is gegaan, vind ik echt bizar.
Oh mijn god. Mensen sturen gewoon shit op die, waar ze willen dat ik op ga reageren nu. Je eerste FIFA Friday op DHD. Dames en heren, welkom bij FIFA Friday deel 1. Deze video is goed gebeurd. Door dagelijks 200.000 views, hoe dan? Hoe dan? Mensen willen het allemaal terug zitten loeren, jongen. Yo gasten van Dagelijkse D, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Matthias van het kanaal FIFAlosophy. En ik ga vandaag FIFA 13 spelen. Ja, dit is klasse content dit, jongen. Heel slecht team gebouwd. Deze editing was wel echt on point. Ik edit er zo'n fluitje erin, jongens. Ziek. Zat ook bij dat dit FIFA 15 is. Dit was echt duidelijk FIFA 13. Zeg jij nou Matthias? Ja, ik heet Matthias. Dat is mijn echte naam. Lijkt als je FIFA los of je een vreemd gezicht vindt hebben. Gast, wat is er mis met mijn gezicht, man? Ik was hier 18 en ik lijk hier 16. En ik ben nu bijna 22. En ik lijk nu eindelijk, lijk ik 18. Ik zweer, ik ben niet 18, hè. Ik lijk hier echt 14. Dat is echt niet normaal. Ik had echt een ziekte vroeger, jongen. Ja, nog steeds. Maar het werkt nog steeds door. Ja, ik weet dat mijn haar hier net zo raar zit als daar. Ik weet het, jongen. Deze video is gewoon geworden. Reageren op Twitter tweets die ik krijg gestuurd. Kutzooi. Kutzooi. Lol, weet je wat iemand zegt? Op dit punt in de video staat die gast links. En als ik dan dat tuturudu fluitje doe, dan staat hij op de rechterkant van dat team. En dan zie je hier een rode link. Dus ik heb gewoon een andere screenshot gebruikt voor dit stukje. Klasse editing, Mattie. Wat ben je toch goed? Lol. Dit is Suarez zeker. Dit moet Suarez wel zijn die dit. Kijk hem liggen dan. Oh, kans. Hé, ik ben weer beter. Ja, ja, ja. Lekker Matthijs van Dijk. Goeie tweet. Ik weet niet eens of het Suarez is, maar het lijkt Suarez. Die doet ook altijd zo precies en dan zo sneaky. Doei. Oude video's van de bankzitters. Nou, dan gaan we oude video's van de bankzitters kijken. Dit is Mark's eerste video op Hard Dynasty. Welkom dames en heren bij mijn eerste Nederlandse commentary. Het is een beetje ongemakkelijk voor mij. Het is mijn eerste. Mark is gewoon niks veranderd in 4 jaar. Comments hierop zijn ook gewoon, nee, dit verdien ik niet. First. Yo mensen, Lucky Graaf NL hier met vandaag de allereerste commentary op dit kanaal. Het is Black Ops 2. Rob was echt goed voor die tijd. Dit is 4 jaar geleden. En Rob was gewoon ook al best wel. Ik was echt het slechtste in die tijd, jongen. Ik vond met Rob hier ook meer subs dan ik, hè. Op het moment dat ik dit inspreek, zo'n 40 subs meegenomen. Ja, ik hoop dat het dan misschien nog 50 kunnen worden, maar het maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik heb 40 subs meegenomen. Ik dacht, en dan gaat Rob zeggen, ja, de eerste 5k subs zijn binnen. Heeft hij 40 subs? Wat een legend. We gaan om 50k een wedstrijd tegen Mattie en jullie als we in de wedstrijd zitten. Oh, dit weet ik nog wel. Ik ging hier een potje een weetje doen tegen Milo en dan ging hij dat opnemen. En dan had hij, dan won hij van mij of zo. Dan gingen mensen op hem haten. Hij heeft ook vet veel dislikes, zo ik deze video gewoon geliked heb. Dat is een spannend potje. Dit vraagt om een rematch. Dat is de tijd dat iedereen cringy was in de comments naar elkaar toe. Oh, fucking Mattie. Sweaty. Teringleier. Jij kan zo weinig. Die 4-3 van Mattie was dus geen aids, maar jij verdedigde gewoon als een pannenkoek. Kneus. Milo, je moet één ding onthouden. Mattie is beter dan jou. Dan jij. Jij bent echt een autist. Wat een kutstem heb jij. Milo krijgt vet veel haat, jongen. Ben je autistisch of zo met je hoppakeetje? Hoppakeetje, Ramirez. Milo kreeg toen haat op die stemmetjes en shit die hij toen deed. Terwijl hij nu wordt weer echt om geliefd. Dat is gewoon Milo. Dit is ook de tijd dat, laat maar zeggen, iedereen met een piepstem werd gehaat op YouTube. Vroeger als je een piepstem had, was je gewoon, dan wist je dat je dozen haat kreeg. Terwijl nu zijn er best wel grote kanalen met mensen met piepstemmen. Dit is helemaal classic, hoor. Yo, Mattie, je hebt me laatst in de livestream een paar random shoutouts gegeven. Wat ik super awesome vond en me ook een aantal subs heeft opgeleverd. Wat ik me nou afvroeg, was of ik heel misschien super please een gastrol mocht doen op je kanaal. Ik weet niet helemaal niet of je wel een gastrol doet. Of je mij wel een gastrol wil geven. Of dat een andere reden is waarom die, maar sowieso bedankt dat je erover hebt nagedacht. Ook als het niet mag, bedankt, hoor ik het graag van je groep Milo / Dutch FIFA HD 2013, 4 jaar geleden. Yo dude, sorry ik reageer alsnog wat laat, maar ik heb besloten om je geen gastrol te laten doen. Punt. Dit is omdat ik het algemeen niet een gastrol doe. In mijn volgende video zal ik je wel een shoutout geven om je alsnog te laten helpen. Oké, geen probleem man. Ik ben heel blij met de shoutout. Top. YouTube 2013. Yes. Dit is echt classified information dit, hè. Dit is echt niet normaal. Yo mensen, welkom bij vandaag een nieuwe video. En vandaag is natuurlijk weer de video waarin ik Mattie ga bedanken voor zijn shoutout naar mij. Dat is echt, ja, fantastisch. Ik had ook dit is geweldig dit. Ik had een beetje te chillen. En hij had het erover van, ja, gaat ten eerste allemaal naar zijn kanaal, dus naar mijn kanaal. Dat vond ik hartstikke leuk. Maar ja, er keken 30 mensen naar die livestream op dat moment of zo. Ja, en hij wil mij blijkbaar helpen. Maar ik had gevraagd aan hem of ik een keer misschien een gastrolletje mocht doen. Want hij omdat hij mijn kanaal volgens mij wel lauw vond. En dan zei ik, nee joh, ik doe normaal niet een gastrolletje. Dus ik dacht, oké, prima, ik kan het begrijpen, weet je. Een hele grote YouTuber, die heeft daar bijna... Dit is zo crazy. Toen zei hij ineens van, ja, ik zal je wel op volgende video een shoutout geven. Dus ik was helemaal blij. Ik dacht, oké, beter. Dat dit Milo is, jongen. Ja, ik zal die video gewoon even laten zien. Zeg maar even naar deze. Wilde ik nog één ding zeggen en dat is dat ik vandaag een shoutout ga doen. Doe ik voor het eerst in mijn leven naar iemand. Het is de jongen uit Dutch FIFA HD op YouTube. Hij is echt... ik heb veel mensen die willen zitten te zeiken om shoutouts en shit. Maar hij doet dat eigenlijk niet. En ik zie dat hij...
Ik weet niet, ik wil mensen helpen die echt ervoor gaan. Hij heeft volgens mij al 100 video's geüpload, weet je. Dat heb ik nog niet eens. Hij gaat er echt voor. Hij wil het echt. En hij stopt nu na 5 video's als hij ziet dat hij niet gelijk honderden abonnees heeft. Dus daarom, volgens mij heeft hij nu iets van 70 abonnees. Crazy, jongen. Ik kanaal gaan echt dood. Nou, dit was dus een video. Hartstikke vet. Maar ik kreeg toen dus die shoutout. En meteen daarna kwamen alle reacties op mijn video's. En nu kwamen we meteen op één video. Normaal, mijn hoogste was 9 likes. En nu kwamen er ineens 35 likes. En ook meteen het aantal ging van 65 naar 80 naar 90. En zo'n 95. Ik werd helemaal gek. Ik dacht. Milo, gewoon 95 subs. Dat wordt helemaal gek. Nu zit ik dus op fucking 119 subs op dit moment. Misschien staat het binnen. Ik vond YouTube altijd al leuk. En ik vind gewoon. Het is ook niet dat ik geen motivatie heb om YouTube te doen. Maar. Je hebt geen motivatie, Milo. Je uploadt nooit. Voor 60 subs of zo. Vind je het toch een beetje nutteloos werk. En ik vind nu het al wat meer worden. Nu het zo langzaam naar de 150 toe gaat. Vind ik het toch wel echt gewoon meer gemotiveerd ben. Om nog meer video's te gaan maken. Dude, ik ben zo, vind ik zo vet. Maar in ieder geval. Matty, hartstikke bedankt dat je die shout-out wil geven. Als je dit ziet. Ik weet niet of je het ziet. Ik denk het eigenlijk helemaal niet. Maar. Ik zie het wel. Ik zie het, Milo. Dankjewel daarvoor. Ik zweer. Dit is eigenlijk zo mooi. Dit is, laten we zeggen, 4 jaar geleden heb ik Milo een shout-out gegeven. Die heeft 800 views. Toen hadden we had die 100 subs. En nu zijn we echt de meest intense vriendengroep ooit. Gaan op vakantie over een maand. Het is echt bizar dat, laat maar zeggen, je stappen naar elkaar toe gewoon vast is gelegd. En ik word hier echt blij van gewoon. Kijk dat kleine lieve kopje nou van Milo, jongen. Ik ben het kanaal niet in mijn eentje begonnen. Ik ben het kanaal begonnen samen met Gijs. Mensen die wel al dit kanaal langer kijken, die weten dat. Wie de fuck is Gijs, Milo? Wie is Gijs? En Gijs gaat binnenkort ook weer uploaden. Die heeft een tijdje. Ja, jongens, Gijs gaat ook weer uploaden. Wat nou als jullie allemaal Milo's Twitter gaan en even een tweet sturen en vragen wanneer Gijs weer gaat uploaden? Het leuke is dat, laten we zeggen, in deze periode van YouTube 2013 was er overigens maar net gestopt met YouTube juist. En begon dus met een nieuwe generatie FIFA YouTubers. En we kenden elkaar allemaal al. En eigenlijk na een paar jaar, toen Raoul weer terugkwam. Is het als het ware in elkaar geklikt of zo? En werden we echt de beste vrienden ooit? Ik vind het, ik word hier echt super blij van. Maar uiteindelijk zijn we allemaal begonnen in die 2013 periode. Hij gaat dik, joh. Kijk die wars van Milo. Kijk die wars. Kijk. Oh, die oranje wars. Keihard. Oké, bij deze. Shout out naar Milo. Abonneer op hem. Zorg dat hij van 80 toch helemaal naar 126 subs gaat. Gun hem. Bedankt voor het kijken. Deze video was echt random. Het begon als te reageren op voetbalfilmpjes. Het werd reageren op oude bankzitter video's. Deze video heet ook gewoon reageren op oude bankzitter video's. Ja. En dan zeg ik voor nu, laat mensen.